Ja, we gaan vandaag naar Den Bosch toe, naar het provinciehuis. De provincie die wil de plannen ook niet van tafel afvegen die ze eigenlijk een paar jaar geleden voor ons in hebben gesteld. Ja, wij moeten de stallen aanpassen, zeg maar. Er moet minder ammoniak vrijkomen uit die stallen. Dus wij moeten of luchtwassers op die stallen zetten of die putten dichtmaken. En ja, dat gaat ontzettend veel geld kosten. Wat wilt u van de provincie? Dat ze ons iets meer tijd kunnen geven. En loop dan maar in de pas met Den Haag en kijk maar wat er... Want ja, dat zijn bijna eigenlijk dezelfde punten. Dus het gaat over stikstof. Ja, maar u zegt meer tijd, want waarom meer tijd? Ja, het gaat zo ontzettend veel geld kosten. Dat punt. Waar moet ik aan denken? Ja, een ton of anderhalf. En dat zijn bedrijven die moeten wel 2-3 ton kosten maken. Om die putten of om de stallen aan te passen. Ja, dat hebben niet alle boeren op de plank. Nee, we zijn voor kostprijs aan het werken. En dan is het heel moeilijk om daar allemaal maar op te brengen. En ja, we werken al voor kostprijs. Dus ja, dan is er geen dikke boterham. Al jaren niet. Is het nog leuk om boer te zijn? Ik heb een heel mooi vak. Ik heb echt een heel mooi vak. En ik denk dat heel veel collega's dat ook vinden. Maar al die zorgen eromheen, zou ik maar zeggen. We krijgen, ja, alles aan de bosbranden in Brazilië, daar krijgen we ook de schuld van. Dus daar zijn we hartstikke bij. En daar gaat het vandaag dan wel niet over. Maar daar hebben we al de 1 oktober actie zeg maar, in Den Haag. Het al wel even duidelijk gemaakt. Dat we het gewoon hartstikke beu zijn. We zijn gewoon heel goed bezig met Nederland. Met ook voor het milieu. Dus mijn koeien produceren ontzettend veel melk. En het buitenland zat ervan te kijken. Hoe wij hier onze landbouwbedrijven. Die zijn jaloers op ons. Hoe wij het hier doen. En ja, die sector wordt om zeep geholpen, vind ik.